Nederlands elftal wereldkampioen? Denk het niet, moeilijk. Is een kans hebben. Maar voor uw gevoel een grote kans hebben? Nee. Nee? Wordt dit Nederlands elftal wereldkampioen? Dit en Nederlands elftal kan wereldkampioen worden. Ja. En, maar dat is niet zo makkelijk. Nee? Ik ben wel een idealist, maar ik ben ook tegelijkertijd een realist. Mm-hmm. En dit elftal, maar dat is een hele geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Wij zijn in staat om van iedereen te winnen. Ook van toplanden, alleen incidenteel. En wij moeten leren om... structuur in aan te brengen. Dat je dat gedurende een langere periode vasthoudt. Wordt Nederland wereldkampioen? Nee, nooit. Nooit? Nooit. Nee, zijn we niet goed genoeg voor. Is dat echt zo? Ja. Ligt dat ook aan de trainers? Nee. Nee, dat ligt aan de Nederlandse mentaliteit en in Nederland een klein landje is. Nou, dat geloof ik niet. Nee? Maar nee. Zou het kunnen? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Wanneer was het? Begin 90, geloof ik. Ja, voor de WK Amerika. Heb ik ooit eens een keer een interviewsessie gehad met onder andere Rinus Michels. En met die befaamde Belgische commentator Rick de Sadelier. Ja. En die heeft ons toen vanuit zijn denkwijze, optiek, heeft hij uitgelegd aan Rinus en mij. Hij zegt, luister, als er 16 landen op een WK spelen... hij zegt, dan gaan er 15 landen, die gaan naar de WK om wereldkampioen te worden... En er is één land die gaat naar een WK om te laten zien hoe goed ze kunnen voetballen. En dat zijn jullie. Nederland. Vanuit zijn... Ja. Ik vergeet het nooit. Het is 94 was het, 3-94. Ik vergeet het nooit. Want dat is goed Want gezien. Daar kun je over nadenken. Ja. Dat kan toch heel goed samengaan, of niet? Ja. Mooi voetbal en... En wereldkampioen worden. Toch? Ik vind wel dat we een heel aardig Nederlands elftal hebben. Er zit aan de voorkant, dus voorin zit de creativiteit. We kunnen een goal maken, we hebben snelheid. Het middenveld is aardig in balans gekomen. Het is wel een team aan het worden. Maar ik denk dat Spanje beter is. Spanje gewoon beter is. Er zijn natuurlijk landen als Brazilië, maar zeker Spanje ook. En ook Engeland. Ja, die hebben zoveel meer potentie ook. Maar we hebben bewezen dat we er incidenteel van kunnen winnen. Nu moeten we zorgen dat we dat vasthouden. En dus zou incidenteel wereldkampioen kunnen worden? Ja, zo zou je het kunnen stellen. Dus... Het wordt een keer tijd dat we een keer wereldkampioen worden. We zijn een aantal malen dichtbij geweest. We hebben het een aantal malen, maar dat is heel subjectief, verdiend in de kwaliteit van het voetballen. Maar dat is ook niet toereikend genoeg. Het wordt een keer tijd. Ja, ja.